Heb je dat ook? Soms zit je gewoon wat stambomen na te kijken en ineens... We hebben hier een vader en een moeder. Ze krijgen een kind en dat kind ziet er anders uit dan zij. Dan zijn er twee mogelijkheden. Of beide ouders zijn heterozygoot en het kind dat er anders uitziet is homozygoot recessief. Dus de volgende keer dat je zoiets tegenkomt, hoef je niet te... Weet je hoe het zit?